Tessa de Loo en Thomas Verbocht gaan twee literaire werken schrijven over de geschiedenis van Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft hiertoe opdracht gegeven en vrijdag is het contract ondertekend. De gemeente heeft de opdracht gegeven om de stad te promoten. Eerder werd er ook al een contract ondertekend voor het maken van een boek over de stad. Toen heeft AFTH van der Heijden het boek De Ochtendgave geschreven. Het is de bedoeling dat de werken in 2022 af zijn.